Nou, wat we met dit prototype testen is echt de barrière van het opruimsysteem. Dus puur het deel wat het plastic moet gaan tegenhouden en moet gaan concentreren. En het doel van dit prototype is om te kijken, kunnen we iets ontwerpen wat inderdaad heel blijft in stormen? De Noordzee is best gewelddadig, dus we weten als hij hier heel blijft, dan blijft hij overal heel. Ik vind het een fantastisch initiatief. Er zwerft ontzettend veel rommel in onze oceanen. Plastic die er niet meer uitgaat. En als je dan kan bijdragen aan het opruimen van die plastic soep, dan moet je dat doen, vind ik.